Dit is de geest van Okiku die uit een waterput tevoorschijn komt. De meester van Okiku had tien dure delsblauwe borden, waarvan hij er één verborgen had en Okiku de schuld gaf. En het was zijn bedoeling dat Okiku zijn minnares zou worden, maar dat weigerde ze en hij was toen zo boos dat hij er in die put gegooid heeft. Maar sindsdien spookt ze elke avond en elke avond probeert ze tot tien te tellen vanwege die dure delsblauwe borden. En die zie je ook terug. In haar nek. Maar ze bereikt nooit de tien. Ze telt tot negen en daarna is het... Ah! Cool Japan, nu in Museum Volkenkunde in Leiden.